gepland om om klokslag 11:30 de openingshandeling te verrichten. De wethouder van Zoetermeer, Roy Paalvast, is een beetje verlaat. En dan draaien we het programma even om en dan kan hij dus toch samen met de wethouder van Leidschendam, de heer Kist, de officiële opening doen. Hartelijk welkom allemaal. En ik zou bijna willen zeggen, die Meerpolder is een van de best bewaarde geheimen van dit gebied. Ik sprak onlangs iemand uit de gemeente Leidschendam, Voorburg, en die zei, ja, het rare is dat wij een beetje met de rug naar die Meerpolder staan. Wij weten daar heel weinig van. En ik denk dat er ook menig Zoetermeerder is die misschien wel loopt of fietst of per bus door het gebied gaat, maar dat hij zich niet realiseert dat hij toch door een hele oude droogmakerij zich beweegt. Het is de oudste droogmakerij van Zuid-Holland en hij bestaat dus 400 jaar. Ik wil u nogmaals heel hartelijk welkom heten. We maken er een mooie dag van. En ik wil u al wel attent maken op één activiteit en dat is een fototentoonstelling die niet hier is. U krijgt wel een vooruitblikje, maar die is aan de Gondelkade in het dienstencentrum. Dat is het enige wat ik nu onthul. Ik zou op dit moment het woord willen geven aan Lucas Pol. Hij is student bouwkunde, ja precies, aan de TU van Delft. En hij gaat ons meenemen in zijn droombeeld van de Meerpolder. Nou, ik ben dus Lucas Pol. Ik studeer bouwkunde aan de TU Delft. En het droombeeld wat ik nu ga vertellen, moet ik even van tevoren melden, is een fictief plan. En het heeft geen connecties met enige bestaande bewegingen. Je weet maar nooit. Ja. Op de eerste poster is een vogelvluchtperspectief te zien van het plan, waarin we rekening hebben gehouden met de constantheid van de polder die sinds 1616 eigenlijk vrijwel onveranderd is gebleven, ook vanwege zijn landbouwkarakter. En het landbouwkarakter vonden wij zo belangrijk dat we dat wilden doorzetten, waardoor het een soort uitgerekte supermarkt als het ware wordt. Dat de polder lokale landbouwproducten verbouwt en verkoopt in de vorm van een buitenplaats die ook midden in de polder dan zou kunnen worden gebouwd. 400 jaar geleden zijn ze begonnen. En in Engeland hadden ze net Sir Walter Raleigh bevrijd na 13 jaar gevangenschap in de Londense toren. En in Italië hadden ze net het boek van Copernicus verboden, waarin uitgelegd is hoe de sterrenhemel werkt. Wat deden wij? We hadden een Nederlandse zeevaarder die naar Australië ging, die als de tweede Europeaan daar voet aan land zette. En wij waren deze polder aan het maken. Nou, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen, dat waren wij mee bezig. En geruzie en geroddel, daar was de rest van Europa mee bezig. 400 jaar later is dit nog steeds een mooie polder. En het zit in een van de meest unieke gebieden in Europa, namelijk het Duinhorst en Weidegebied. Het is fijn om hier te zijn. Het is een mooi groen gebied. Echt fijn om buiten te zijn. Frisse lucht, fietstochten, af en toe een versnapering. Dat is helemaal de gedachte die we erover hebben. Dus het is ontzettend leuk om te zien dat iets wat onze voorvaderen, voorouders 400 jaar geleden hebben begonnen, dat we dat opnieuw oppakken. Ik had hiervoor een overleg met het Hoogheemraadschap van Schieland. Om te kijken of de rotten kunnen doortrekken verder richting het Bentwoud. En je merkt dat heel veel dingen elkaar toch wel raken op dit gebied. En ja, waar praten we hier eigenlijk over? Vroeger was dit natuurlijk een en al moeras, een hele tijd terug. Moeras tussen Alkmaar, Rotterdam en Utrecht. Een enorm gebied. En het hoogste punt was het Zoetwatermeer. En daaromheen kreeg je dan nederzettingen. En ja, dan krijg je nederzettingen, dan moet je eten. Dus dan krijg je weer veeteelt en landbouw. En daarvoor heb je weer grond nodig. Dus dat gebied ga je dan ontwateren. En na een tijdje hadden mensen ook brandstof nodig. Daarvoor werd het veen weer afgegraven. En werd het turf gebruikt als brandstof. En een van die gevolgen was natuurlijk dat we steeds grotere plassen kregen. Ook in die Gouden Eeuw ging het natuurlijk goed. Er was ook wat meer geld. En er was meer land nodig. Op een gegeven moment kwam ook de Zoetermeerse Meerpolder voor drooglegging in aanmerking. Een aantal rijke lui wilde dat doen. En dat werd dus in samenspraak gedaan met die boeren, met die gemeente eromheen. En ik heb me laten vertellen dat toen ook zo'n beetje de term polderen is ontstaan.
Dat was het in een notendop. Ik wil u vooral oproepen, hou dus komende periode vooral de website in de gaten. Want er gaat een hoop gebeuren rond de Zoetermeerse Meerpool. Dank u wel. Mag ik de beide wethouders uitnodigen om een openingshandeling te verrichten? Ja, de twee. Ja. Ja. Ik ben van 1990 tot 1994 gemeenteraadslid geweest in de gemeente Zoetermeer. En van 1994 tot 1998 wethouder in de gemeente Zoetermeer. Ik vind het ontzettend leuk om betrokken te zijn bij dit project, de Zoetermeerse Meerpolder, die dit jaar 400 jaar bestaat. We zijn met een aantal ontzettend enthousiaste mensen bezig om die verjaardag op een grootse manier te vieren. En dat gebeurt op verschillende manieren. Vandaag hebben we de aftrap gegeven, maar in de loop van het jaar zullen er vele activiteiten zijn. Wordt een film gemaakt, er komt een toneelspel, er is een foto-expositie, er komen ook ontzettend leuke routes in het gebied die u per fiets of te voet per scootmobiel kunt afleggen. Kortom, het wordt een heel feestelijk jaar in de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg vanwege het 400-jarig bestaan van de Zoetermeerse Meerpolder. De Meerpolder is een bijzonder stukje historie, maar voor mij ook een mooi gebied. Als je van Zoetermeer naar Leiden toe gaat, fiets je daar doorheen of met de auto, maar een mooi grasgebied. Open en wat mij betreft moeten we dat ook zo houden. Voor mij is de Zoetermeerse Meerpolder een mooi icoon van toewijding, doorzettingsvermogen, veerkracht van Hollanders die 400 jaar geleden het prachtige gebied hebben aangelegd. Wat ontzettend fijn is voor stedelingen en voor niet-stedelingen om daar te gaan fietsen, te gaan verblijven, te versnaperen. Alles wat je leuk, wat het leven mooi maakt.